OTP Autotrophic. Kapir ko, Autotrophic po is loses. Watch kaya na kayo sa ang value and talk pa ka. Yeah. Kasi talo yung sa sa'yo katakan, analysis is very stable. Just, but when you angle up mo to do is, at may dikad sila, di ba? Diba? At least at the 50th. Dan volume in talks opgelopen. Dat betekent dat ze dus veel volume gedronken, volgens mij 6 stuks. Maar in ieder geval, ze gaat dus nu niet slapen. En ja, dan komen we dus later terug om voor een console. Bro, wat ben je bezig met? Wat is Eurocross en wat is deze case? Eurocross is een internationale verzekeringsorganisatie. Die belast is met drie partijen van mensen van de verzekerde maatschappij. En is partner van SUR-CAD? Ja, ze zijn partner van ons. We werken voor ze. En we zorgen ervoor dat alle cliënten conform de geldende protocollen worden getransporteerd. Welkom bij vlog 2. Day Life of Ambulance. We zijn nu een Eurocross cliënt komen ophalen. We zijn nu in het academisch ziekenhuis en we gaan hem dus vervoeren naar JAP Airport. En ik neem je natuurlijk mee om te kijken hoe dat allemaal toe gaat. Ons werk is momenteel in de ambulance en wij zijn verantwoordelijk voor de transport tussen het ziekenhuis en Sanderij. En zij nemen dan over wanneer het toestel al op bepaalde hoogte is en dan nemen zij over en gaan ze verder. En die komen dus uit het buitenland? Ja, ze komen een dag van tevoren. Doen we intake, hoe wij ook onze intake doen. En dan beginnen we met werken. Dat betekent via operations. Ze hebben ingecheckt dus hoe de bagages die dan straks aankomen. Hoogelijk ready houden, wat paspoorten. Een paspoort. Hij ja, gaat je verder uitleggen van die paspoorten dat hij zet. Ja. Dat is goed. Dit is Leontine. Eerste keer in Suriname? Eerste keer. Is echt warm, hè? Heerlijk. En gisteren aangekomen? Gisteren aangekomen, ja. En dan vandaag weer weg? Ja, gelijk meneer bezocht, afspraken gemaakt en nu gaan we weer naar huis. Hoe is het bij Eurocross? Je komt dus in de lunch aan. Ja. En dan? Dan gaan we kijken of deze meneer op de patiënt flight is. Die doet het al 30 jaar. Wauw, ja. Het is een hele Eurocross familie daar. Ja. Wat zijn we nu ongeveer? We zijn net nu daarop gepasseerd. Dus we hebben nog een half uurtje. Dan zijn we half uur in Sanderij. We gaan richting Parami. Verkeerde werk een beetje mee. Dus we komen wel op tijd. Hi all, we hebben de airport. Also, we gaan staan dat we aankomen. So we're approaching the airport. We hebben nog precies 2,5 minuten naar de airport. Dat is zeker niet eens. Alles gaat mee? Ja. Oké. Okay. Ja, met de patiënt.
Hoe was de rit? Maar alles goed met de patiënt, hè? Ja. Yes. En terwijl de patiënt dus wacht in de ambulance, assisteren we dus ook met de incheck, zodat hij helemaal vreemd is om te vertrekken en dat alles dus voor hem gedaan wordt. We zijn nu bij de incheckbalie van de KLM en dan gaan we dus zo nog even Eurocross helpen inchecken en dan terug naar de patiënt. Dan zie ik u weer zo meteen. Ja. Oké, dankjewel. Zo, jullie zijn te laat, Raymond is te laat. Half drie. Hoe was het? Hoe vond jullie het? Hoe ik het vond? Ja, ik heb gezien dat jullie achter ons hebben gereden. Ja, zo. Haar hart in haar hand. Luister, als wij die ervaring niet hadden om de punten van de berg te rijden met een Nederlandse mentaliteit, hadden we het nooit gehaald. Jullie hebben het goed gereden. Ja, strak. Ja, bedankt en een goede reis. Vond je het goed? Bedankt. Graag gedaan. Goeie reis. Jij gaat ook mee? Nee, ik ga niet mee. Niet mee. Vorig week gekomen. Dan mag reden. Ja, oké. Is het goed, hè? Oké. Yes. Dankjewel. Suction is ready. The boarding passes in allemaal al geregeld van de Eurocrosser en ook van de patiënt. They're ready to board now. Roel, de laatste handelingen nu? We hebben nu het opmaken om ready voor het transport. Ja. En dan hebben we even uitgezogen. Kijk wat we gaan verder gaan doen. Dan heb je even door het bedteam. Ik ben heel blij dat mijn collega's uit Nederland zijn gekomen. We werken al bijna 3 jaar samen met Eurocross. Vanaf de stap van de ambulance dienst. En dit is een ander team, elke keer is het een ander team. En zo leer je eigenlijk de mensen kennen die in de wacht hebben. Nederland is natuurlijk heel ver. En ik denk dat je op de SUR-CAD kijkt naar de wacht. Dus met die dingen zijn voor goede zijn hoor. Ja, dank je. Ja, ik heb goed gezien. Mijn team gaat natuurlijk over de korte stretcher. En dan gaan we over het plaatsen. We gaan een beetje alles nieuw moeten noemen. Zodat we het gewoon gelijk kunnen. All hands on deck. Er is zuurstof, ze hebben al zuurstof gegeven. Dus ik kan op jullie zijn. We wachten nu op de incheck van het cabinepersoneel van de KLM en crew. Zodra die zijn ingecheckt, dan volgen wij. Dus daarop wachten we nu even. We hebben de passagiers netjes in het vliegtuig gezet. Er waren 9 stoelen die hij dus in totaal had om helemaal goed te liggen. Ik heb niet echt binnen kunnen filmen. Maar hij is nu erin.
En qua protocol moeten we dus nu even wachten dat iedereen is ingecheckt in het vliegtuig, dat iedereen naar binnen is. Het vliegtuig is vertrokken en dan pas mogen wij dus als team ook vertrekken van hier, want er kan altijd iets in de lucht gebeuren dat ze eventueel terug moeten komen. Ik ga van hieruit direct de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het interessant vond om te kijken hoe het dus allemaal toe gaat. Dit was een Eurocross editie, om het zo te zeggen. En tot de volgende keer.